Hallo, goedemiddag, goedemorgen. Goedendag. Ja. Wat staat hier? Hallo. Je zet een film in de Sinterklaasfilm en die heeft 100.000 bezoekers getrokken. En daar hebben we een prijs voor. Een gouden film die we jou in ieder geval wilden overhandigen. Dankjewel. Alsjeblieft. Wat verras je weg mee? En ik heb net de producent hier binnen zitten. Van Martijn van Nilsen. Ja. Nou, kom. Laten we binnenkomen. Kom maar even. Oké. Okay. Hey, maar fantastisch, 100.000 bezoekers. Ja, dat zou dat ze voor de loop van de week waren. Dat is jij. Hallo, helemaal goed. Fantastisch. Hi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jij ook. Super, echt fantastisch. Ik ben maar echt, ook voor jou is er nog één, Martijn. Je krijgt ook een gouden film. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Een gouden film, twee toch, toch nu alweer. Sinterklaas moet... Dat we weer goud we kunnen proosten met onze awards. Gefeliciteerd, jongen. Het is natuurlijk super. En aankomend weekend komt Sinterklaas in het land. Nou, dan kan hij in ieder geval straks op mijn schoorsteen mijn gouden film zien. Precies, ja. Zal ik nog extra pakjes geven? Ik ben echt overrompeld. Ja, ik ook. We waren onderweg naar België en we zouden hier even langs gaan. Ja, dat heb ik je mogen bereiken. Ja. Wanneer krijg je dit nou? Nou, vorig jaar dan, Frans. We hebben het ook gehaald. Het jaar daarvoor. Ja, we zijn we heel blij mee. Nee, jij dit jaar. Je hebt dit jaar ook echt geacteerd. Ja. Dankjewel. Ja, je bent bijna echt acteur geworden. Ja, bijna. Maar nog niet helemaal, hè? Nee. Ik ben er echt blij mee. Ik ben ik ook. Ja, dat terecht. Ja, je hebt heel wat plaat aan je muur hangen. Hoe ga je zo'n blok ophangen? Waar komt hij te staan? Ik zal je even laten zien waar ik er ga neerzetten. Want kijk. Even kijken. Oh, je gaat hier. Nou, even kijken. Ja, dan Maria bij ons. Dan moet Maria toch even wijken vandaag. Voor mijn gouden film. Zetten we ze zo een beetje naast. Zo ziet het bij mij thuis eruit. Zo. Dit is het. Kijk, en dan ga ik hier natuurlijk de hele dag zo zitten. Dus je snapt natuurlijk wel dat ik hier zo de hele dag ga ik hier zitten. En dan geniet ik van het uitzicht op mijn gouden film. Ja, is dat wel leuk uitzicht? Ja, we gaan even zo kijken. Het zit wel relaxed zo. Ja, het is een goede bank. Ja. Ik denk dat ik elke week hier even naar die woord ga kijken. Want daar staat deze hier dan bij mij thuis. Ik zie ons nog staan. 38 graden warm. Schiermonnik Schiermonnikoog en dan nu een gouden film. Dat is wel even leuk om te horen, want je begint nou Schiermonnikoog en ik moet heel eerlijk wat opbiechten aan je, Frans. Ja. Frans heeft in de film, er was een scène en hij moest rennen over een pad. Een pad van 150 meter lang moest hij aankomen rennen. En dat moest een paar keer over. Ja. En op een gegeven moment was je dat nog steeds aan het doen. Het enige wat Frans op dat moment niet door had, was dat wij close-upjes aan het draaien waren. Sinterklaas en de Pieten. Frans totaal niet in beeld was, maar echt nog 38 keer dat pad van 150 meter af heeft gerend. In bijna 40 graden, in een heel dik pak, kostuum en een pet op. Vergeef het je nooit meer. Nee, we hebben echt genoten die dag. Dankjewel, Frans. Maar goed, ik had wel een beetje lichaamsbeweging nodig. Ja, nog steeds. Laten we het daar niet over hebben. Ik ben Hey, en nu zitten jullie hier vandaag, maar er komt eigenlijk gewoon weer een nieuwe film aan, hè? Ja, nou, ik heb vanochtend zeg maar de vraag gehad of dat ik wilde meespelen in de nieuwe plannen. En ik heb vanochtend zeg maar gezegd dat ik dat heel erg graag wil. En dat ik dat ook leuk vind, omdat ik het heel erg leuk vind om voor kinderen iets te doen. En ja, goed, ik ben heel benieuwd wat zeg maar uiteindelijk dan het verhaal wordt straks. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om in deze film zeg maar een rol te hebben. Ik vind het gewoon echt super grappig. Gegroeid waren. Ja. We, de grootte van de rol hangt af of we dit jaar ook de Platina Film Award gaan halen. Ja. Dat, als we die halen, wordt het een hele grote rol voor Frans. Afgelopen jaar had ik 2 A4'tjes vol, dus we gaan nu voor de 6 A4'tjes vol. Nou, in ieder geval 4. Ik beloof je de 4. Okay. Ik beloof je er alvast 4. Nou, dat zal het gaat super spannend worden in elk geval. Daar gaan we nog even over praten. Hey, en heb je sowieso echt het liefhebben, het acteren, heb je er echt de smaak van te pakken gekregen hierdoor? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het acteren vind ik heel erg leuk. Ik heb, maar met name ook zeg maar op het gebied van kinderfilms. Dat was al zo met Kabouter Plop, wat ik heel erg leuk vond.
Maar ja, met de Sinterklaasfilm, dat is, is eigenlijk de afgelopen jaren, mede door de passie van deze twee mensen, is uitgegroeid tot een soort kindje. Wat ook helemaal niet gedaan wordt daarvoor uit geld of zo, dat niet. Maar gewoon puur uit de leukigheid dat zeg maar er ontstaan is. En buiten dat, ik ben niet de enige die meespeelt, maar denk maar aan Karin Bloemen. Karin Bloemen? Oh, weet je, misschien volgend jaar Karin Bloemen. Geert Joling wel, ja. Geert Joling. Nou, ik had net al gezegd, Karin Bloemen is ook leuk om een keer in de film te hebben. Ja, hij is superleuk. Dus Karin, even bellen, dan volgend jaar. Ja, er zijn zoveel van mijn collega's die zeg maar hun steentje bijdragen. Ja, en dat maakt het denk ik tot een bijzonder geheel. Komt-ie? Ja, mooi. Mooie lach? Ja. Helemaal goed. Nou, kun je mij ook zo'n foto sturen? Ja, natuurlijk. Vind ik leuk om te hebben. Je hebt een e-mail toch? Ja. F.Bauer. F.Bauer. Ja, gewoon verrassend, hè? En wat ik heel leuk vind om te vertellen, is dat mijn eerste eigen geschreven nummer in de film zit. Dus dat maakt voor mij deze gouden film ook nog een keer extra bijzonder. Daardoor kwam iedereen ook, dat komt door jouw liedje. Nee, maar het is toch superleuk als je nou je eerste nummer schrijft, wat je ooit hebt gemaakt. Dat is dan ook nog een Sinterklaas nummer. En dan krijg je ook nog een keer voor de film een gouden film. Nou, dan gaan we een nieuw Sinterklaas liedje schrijven voor volgend jaar. Nou, het nummer nog op één. Ja, dat is helemaal af. Maar hij is nog geen single. Even single maken. Maar even single maken. Het wordt moeilijk als het nog geen single is. Ja, dat is lastig. Ah, dat doen we nog even. Ik ga eens even lekker een bakje koffie erop nemen. En Marissa, ik zou vertellen. Ik ga natuurlijk de kinderen straks al even vertellen dat ze deze prijs hebben. En dan ga ik ze uitleggen dat er 100.000 andere kinderen naar...